Goedemorgen allemaal, het is vrijdag en het is 10 uur, dus we gaan starten. Mijn naam is Lara, ik heb een webwinkel met allerlei knutselmateriaal, voornamelijk speciaal papier. Maar ik ben ook docent creatieve vakken en doe ook van allerlei dingen omdat ik niet zo heel goed stil kan zitten. Dus nu had ik weer wat bedacht met veertjes en die veertjes... Die gaan we volgende week aan zo'n leuke tak hangen. Daar gaan we dus ook volgende week nog iets extra's mee maken. Maar ik heb al wat voorbereiding gedaan. Het is eigenlijk hartstikke simpel en het effect is super leuk. Wat heb je nodig? Je hebt gewoon een beetje wol nodig. Wol of katoen, dat kan. Van katoen heb ik van die hele leuke kleine klosjes. Dit is meer dan voldoende. We gaan eigenlijk een soort van macrameën, hè? Knopen. Het is weer helemaal terug van weg geweest. En het is eigenlijk volgens mij nooit echt weg geweest. Want je kan ook hele leuke draden knopen en daar dan bijvoorbeeld een bloempotje in doen. En vroeger hadden ze dan zo'n mooie glazen bol die helemaal beknoopt was en zo. Ik denk dat ik die nog wel ergens heb liggen van vroeger. Ik ga hem zo opzoeken, dan zie ik de reacties. Dus wat heb je nodig? Je hebt wol nodig. Je kan ook gewoon overgebleven stukjes gebruiken. Of katoen. Een schaar. Je handen, heel belangrijk. En een kammetje. En dit is eigenlijk het kammetje wat ik gebruik om de honden te borstelen. Dit is zo'n heel fijn, met van die haakjes, zo'n heel fijn kammetje. Je zou ook gewoon een haarkam kunnen gebruiken en dan de fijne, alleen dat kan je niet zo heel fijn vasthouden. Want ik heb nog wel eens dat ik een beetje moeite heb met dingen vasthouden. Dus dan is dit wel heel fijn, want dat kan je gewoon goed vasthouden. Nou, dan zal ik hem eens eventjes opzoeken, kijken of ik hem zie. Want als er dan reacties zijn, kijk, daar is die. Dan kan ik... Kijk, goedemorgen Betsy. En Christel kijkt ook, hartstikke mooi. Oké, het is eigenlijk heel simpel. Wol, schaar en een kammetje. Nou, je kunt van allerlei combinaties maken. Ik ben nogal van de groen, dat weten jullie natuurlijk wel. Dus ik heb hier deze wolletjes gebruikt. En ik heb hem eigenlijk gewoon in één kleur gedaan. Dit is de basis. En daarna heb ik hem uitgekamd en dan krijg je dus zo'n pluizig dingetje. En je kan hem ook iets minder uitkammen. En al die kleurtjes een beetje door elkaar doen. Dat kan ook. En hier heb ik hem wat groter gedaan. Dit lijkt eigenlijk net een blad. En hier heb ik ook de kleuren met elkaar afgewisseld. En die kan je ook zo ophangen natuurlijk. Maar je kan hem ook uitkammen. En dit is een kleintje. Dat vond ik eigenlijk ook wel leuk. Met een iets langer draadje eraan. Nou, en deze die ga ik straks even afmaken. Laat ik het zien. Maar... voor de duidelijkheid doe ik het nu even met een dikke, dit is een spaghetti. Nu, hiermee kan je ook betere knopen zien. Dus hiermee leg ik het uit. Oh ja, en deze hierachter, deze grote, die heb ik gemaakt met wol, met echt een dikke draad. En als je die uitkamt, dan komt er best wel wat pluis af, maar dan krijg je dus een hele mooie dikke rand. Dus hoe dikker... de wol is die je gebruikt, hoe groter dat je ook kan werken. Want anders dan duurt het ook wel echt heel erg lang. En nou ja, jullie weten dat ik niet veel geduld heb daarmee. Het moet compact en simpel zijn. Nou, het is heel simpel. Je gaat gewoon knopen. Maar, waar begin je? Je hebt een basis nodig. Deze kan ik dus niet uitkammen, maar die laat ik zien om goed te kunnen laten zien hoe je knoopt. Nou, je hebt een basis nodig, een basis waarmee je hem dus op kan hangen. Dat ligt er een beetje aan hoe groot je hem wil hebben. Je kan hem ook later nog afknippen als je dat wil. Hier heb ik hem wat korter gehouden en hier is die een stuk langer. Nou, om het kunnen laten zien, neem ik hem wat grotere en een slokje thee. Een beetje droge keel af en toe. Dit is je basis. Nou, je zou hem
zo kunnen knopen zoals dat je normaal knoopt. Maar ik heb gemerkt dat dat gewoon een beetje lastig is. Want dan gaat ook de punt uit elkaar staan. Ja, Jeroen? Ja? Nou, wat je dan doet is eigenlijk, je legt daar gewoon een dubbele knoop in. Dan zie je dus al dat de draadjes, zeg maar, naar beneden gaan. Dus dat ze niet zo heel wijd uit gaan staan. Want je onderkant moet natuurlijk een beetje, ja, naast elkaar lopen. Nou, dit is je basis. Dan, is het allemaal in beeld? Zit ik zo goed? Dan zal ik er een aantal afhalen. Nou, normaal gesproken neem ik gewoon een draadje en die doe ik zo om mijn hand. Dus dan doe ik dat nu ook. En dan doe je er gewoon een aantal wikkelingen. Ook bij een kleintje heb je dit formaat nodig, omdat je anders niet goed kan knopen. Nou, ik was hier begonnen, dus ik knip hem dan ook weer hier af. Zo. En dan kijk ik even naar mijn begin. En dan knip ik die één keer door. En dan heb ik allemaal draadjes. Dit misschien een beetje zo. Kijk, want deze die ga je dubbel doen. En je hebt echt wel deze lengte nodig om het goed te kunnen knopen. Nou, dan neem je een draadje. Die doe je dubbel. En dan leg je hem eigenlijk onder je touw, onder je basis. En daar aan de kant waar je lusje is, daar gaan ook de uiteindjes naartoe. Dus je steekt hem er hier doorheen en dan trek je hem aan. Maar dit rekt natuurlijk vreselijk, dat is toch echt anders als wol. Kijk, en dan krijg je hier zo'n soort lusje met twee uiteinden aan de kant waar dus net dat lusje zat. Dan neem je een volgende en dan doe je het lusje eronder door. Net had ik rechts, nu doe ik links. Dan steek ik weer de uiteinden doorheen en dan trek ik hem aan. De eerste twee zijn een beetje lastig, want dan wil dat draadje alle kanten op. Zo. Kijk, en dit is je basis. Dus nu heb je de onderkant, die loopt mooi recht naar beneden. Hoe dunner je draad is, zeg maar, hoe beter dat het eruit ziet natuurlijk. Hè. Nu is het heel overdreven, omdat je het anders niet goed kan zien. Nou, je bent begonnen met rechts, dan links. Dus nu doe je weer rechts. Lintje dubbel. Het lusje naar de rechterkant. Dan breng je de uiteinden er doorheen. En dan trek je hem aan. Wel zorgen dat je ook echt degene, zeg maar, die je er hier overheen ziet, dat die ook echt daar zit. Dus dat je wel echt een voorkant en een achterkant krijgt van het veertje. Weer een dingetje dubbel, lusje naar de linkerkant, uiteindjes er doorheen en dan aantrekken. En ik probeer hem een beetje plat te houden en dat heeft een reden. Hier zie je dat hier de lusjes aan de bovenkant lopen. En kijk je nou aan de achterkant, dan zie je dat dit een soort, een soort ribbe is, zeg maar. Een randje van de veer die wat gladder loopt. Misschien kan ik dat hier aan deze kant ook laten zien. Dit is de gladde kant. Lukt dat? En dit is de kant die geknoopt is. En daar zie je het verschil. Kijk, dit is ook weer de ribbelkant en dit is de gladde kant. Dus er zit echt duidelijk een voor- en een achterkant aan de veer. En het is aan jou wat je de mooiste vindt natuurlijk. Welke je gewoon naar voren wil hangen. En eigenlijk, ja, als je dit voor het raam zou willen hangen, dan zijn allebei de kanten natuurlijk gewoon mooi. Dus dat is het effect. Dus je kan je voorstellen dat als je dit is natuurlijk te grof, maar als je die spaghetti, zeg maar, vervangt voor gewoon wol en katoen, dat gewoon een heel mooi
effect heeft. Oh, zie je, nou doe ik hem verkeerd om, want ik had hem nog niet omgedraaid. Want de lus moet er dan bovenop liggen. Nou ben ik hier gestopt aan de linkerkant, dus nu doe ik mijn lusje weer aan de rechterkant. Het is niet moeilijk, maar alleen je moet wel een beetje opletten. Lara. Zo. En dan weer dubbel vouwen. Lusje weer aan de linkerkant. Uiteindjes erdoor. En aantrekken. En dat is het systeem. Zo. Kijk, en dan kan je ook voorstellen dat je dus de lengte van deze nodig hebt. Want anders dan vloept dat uit je hand als je hem er doorheen wil doen, zeg maar. Nou zal ik even laten zien het verschil tussen wol en katoen. Wol heeft natuurlijk... Is het zo een beetje in? Ja, helemaal goed. Wol heeft een pluizig karakter. En als je dit gaat kammen, dan krijg je dus zo'n heel pluizig effect. Nou, katoen bestaat net als wol ook uit dunne draadjes. Maar als je dit gaat kammen, dan kam je eigenlijk gewoon de draadjes los. En dan krijg je niet zo'n heel pluizig effect. Dit is ook mooi natuurlijk. Maar wat ik wel heb gemerkt, is dat als je het met wol doet, dan kan je ze best een beetje langer houden. Omdat dit al volume heeft, dat houdt elkaar een beetje in stand, zeg maar. Maar bij de katoen moet je echt zorgen dat je, als je deze hebt, dat je die echt een stukje korter maakt en dan pas gaat kammen. Nou, ik zal deze eens even leuk combineren met roze. Dus dit is een dun draadje en dan doe ik eigenlijk precies hetzelfde. Even het begin goed vasthouden. Zo over je hand heen. Een aantal keren. En dan knip ik hem aan het eind af. En daar knip ik ook het rolletje wat je om je hand hebt gewikkeld door. Dus dan heb je ongeveer dezelfde lengte. Nou, dit is de knoopkant. Moet ik hem misschien even een beetje zo houden. In het begin, hier onderaan, heb ik per draadje gedaan. En om het effect te laten zien, als je één draadje neemt of twee draadjes, dan kan je hier het verschil zien. Doe je één draadje, dan wordt het heel fijn. En doe je twee draadjes tegelijk, dan wordt het dus wat grover. Oh, dat kan je prima zien, jongen. Hartstikke goed. Dan zal ik jullie nu laten zien dat je als je met één draadje doet, dan doe je eigenlijk gewoon weer hetzelfde. Je doet je draadje dubbel. Nou, ik ben geëindigd aan de rechterkant, dus ik doe nu weer mijn lusje aan de linkerkant. De onderdoor, draadjes erdoorheen en je trekt hem aan. En ik trek hem best hard aan en dat kan met katoen ook best makkelijk, want dat is lekker stug. En dan neem ik weer een ander draadje. Lusje eronder door, uiteinde doorheen. Kijk, en als dat draadje veel korter is, dan wordt het echt wel een heel erg priegel. Goed aantrekken en goed naar beneden drukken. En dat kan ook eigenlijk alleen maar goed, omdat je hier onderin een goede knoop hebt waar ze tegenaan drukken. Oh, dan zal ik het nu laten zien met twee, want het werkt eigenlijk precies hetzelfde. Nou, ik ben geëindigd hier aan de rechterkant. Dus ik heb nu twee draadjes op elkaar. En ik doe mijn lusje aan de linkerkant, uiteinde er doorheen. Veertje een beetje plat drukken. En dan trek je hem aan. Dan moet je wel zorgen dat je ook echt allebei de draadjes netjes aantrekt. Zo. En aanschuiven. Zal ik er nog eentje doen, want anders is het misschien niet helemaal duidelijk. Ik moet nu naar de rechterkant, dus ik doe het lusje naar de rechterkant. En ik trek de draadjes erdoor. Aantrekken en naar beneden schuiven.
kijk. Dan zie je dus al dat hij, als je een enkel draadje neemt, dat dat wel een stuk fijner is van werk. Ik vind het zelf mooier, moet ik eerlijk zeggen. Met een dunne draad vind ik het per draadje mooier, als dat je het per twee draadjes doet. En met de wol had ik ook dubbel gedaan. Maar dat zie je niet zo heel erg goed. Oh, deze is ook met twee. Zie je dat? Er zitten wat dikkere knopen achter. En deze is een stuk fijner. Deze is per draadje. Dat is het verschil. Ga ik te veel heen weer? Of lukt het allemaal? Oké, nou. Dan, stel je nou voor dat hij helemaal af is. Dan moet je hem eerst op maat knippen. Nou, dan moet je hem eigenlijk een beetje recht leggen. Zo. Zorgen dat alle draadjes meekomen. En dan neem je de schaar. En een veervorm is een beetje, het begint van boven een beetje smal. Gaat hij wat breder en weer naar smal. Maar je zou dus ook bij deze, zou ik bijvoorbeeld een soort bladvorm van kunnen maken. Dat kan ook nog. Maar ik zal deze een klein veertje van maken. Ik wil deze eigenlijk nog straks een beetje meer doen. Want die moet ik geloof ik meegeven aan Jeroen. Dus ik begin hier wat breder. Maar eigenlijk als je bovenaan de veer begint, dan begin je wat smaller. En die knip je gewoon af. Een beetje grof in de vorm. Zo. Nou, om het jezelf makkelijk te maken, want daar zijn wij natuurlijk van. Draai hem om. Zo. Kijk, en dan heb je eigenlijk al, en door dat knopen, omdat het zo strak zit, krijgt hij al een beetje een draaiing. Zo. Nou, dan zal ik het jullie laten zien hoe je het met het borsteltje kan doen. Je kan het neerleggen en dan gewoon beginnen met kammen. Dat kan. Ik vind het zelf prettiger om een beetje in de hand te houden. En dan kan ik namelijk zo dicht mogelijk tegen die ribben aankomen. Je zou het ook nog zo kunnen doen. Dat je hem zo neerlegt en dat je het zelf zo met de hand eroverheen doet. Dat zou kunnen. Maar het is maar net wat je prettig vindt. En of je zo'n kammetje hebt natuurlijk. En bij deze zie je dus dat er dus allemaal dunne draadjes in één keer komen. En bij het wolletje zie je dat het echt gaat pluizen, zeg maar. En als je hem nog te kort vindt, dan kan je dus nu ook gewoon nog verder. Dat maakt niks uit. Zorgen dat je deze even apart houdt, want die moet je natuurlijk niet uit elkaar trekken. Want dat is je basis. En als je dan alles hebt gehad. Bovenste ding dan even niet echt. Zo. Dan zal je zien dat het katoen ook veel minder pluist als de wol. Hoor. Van het katoen daar komt niet zo heel veel vanaf. Maar van de wol wel. Kijk. En dan zal je ook nog, want hier heb ik een dingetje wat uitsteekt. Dan knip je dat gewoon nog een beetje bij. Zo. Zie geen beeld, heb geen geluid. O jee. Betsy en Christel, hebben jullie wel geluid? Nou ja, mocht het nou zo zijn dat het beeld en geluid. Ja, misschien ligt het aan je eigen verbinding. Dat zou kunnen. Je zou ook nog later op YouTube het filmpje terug kunnen kijken. Misschien dat dat een idee is. Ik kan qua techniek daar nu niet zo heel veel aan doen, toch? Jeroen? Nee, wij hebben toch gewoon. Nee. Ja. Nou, oké. Dus dan kan je de boel een beetje bijknippen. En wat ik ook nog heb zitten denken, als je hem echt heel strak bijvoorbeeld wilt hebben, is dat je ook nog met een soort, met dat
stijfselspul, dat is zo'n vloeibaar gebeuren. Als je dat met een kwastje hierop zou smeren en je laat hem drogen, dat doe ik ook wel eens met haakwerk om het hem, als je het wil inlijsten of een brosje wil maken, dat je hem dus echt strak wil hebben. Dat zou je hier ook nog mee kunnen doen. En dan krijg je een veertje wat dus ja, heel strak is. En dat zou je dus ook met een soort blaadjesvorm kunnen doen. Zo. Nou. Ja, en veel meer als dit is het eigenlijk niet. Ik hoop, Diana, dat het je nog lukt om... om te kijken dat het dat beeld en geluid wel is. Misschien moet je er even uit en dan weer erin. Dat zou ook kunnen, want ik heb hier gewoon wel beeld. Ik heb het geluid uit natuurlijk, maar voor het filmpje is het geluid aan, wat ik begreep. Ah, kijk, ze ziet ons weer. Super, nou hartstikke mooi. Mocht je nou een stukje hebben gemist, deze die komt zo meteen ook op YouTube. Dus dan kan je het bekijken. Nou... Ja, en dit is eigenlijk het effect. En wat we dus dan volgende week gaan doen, is kijken dat we... Oh, je moet even uitzoomen. Ging ik veel te snel natuurlijk, sorry. Kijk, hier hebben we natuurlijk de tak. De tak is ook van de adventkalender van kerst. En ik heb hem ook gebruikt voor... de houten schijfjes, ja, daar heb ik alleen een foto van gepost trouwens. Houten schijfjes voor Valentijn heb ik met allerlei verf en zo gedaan met mijn dochter. Die tak, nou ja, zo'nzelfde soort tak heb ik daarvoor gebruikt. En je kan hem dus, ja, altijd gebruiken. Dus het is heel handig om die te bestellen. Als je hem voor het raam wil hangen, dat kan ook. En je kan hem tegen de muur hangen, dat kan allemaal. Nou hebben we dus een aantal veertjes. Maar volgende week wil ik ook graag een soort kwastjes maken. Tassels noemen ze dat. En dat is zoiets als dit. En dat kan je ook gewoon weer met je wol doen. Ja, en daar ligt nog een grote. Kijk, deze die heb ik gemaakt met die spaghetti. Met dat dikke draad. En dan krijg je ook meteen een heel dikke kwast. Zo. Je kan het ook nog combineren met houten kralen. Want dan heb je de kleur van het hout van de stok weer terug in je tassels. En je kan ze groot maken en klein maken. Maar dat gaan we dus volgende week doen. Ook heel simpel, maar het effect is reuze. Dus ik maak de combinatie met groen en crème kleurig. En deze lichten moeten er natuurlijk ook nog bij en zo. En die ga ik... tegen de muur hangen. En je kan het natuurlijk ook nog uitbreiden met knoopwerkjes. Want ja, dat macramé, dat is echt super leuk. Je kan ook nog allerlei dingen met elkaar linten eroverheen. Of stukken van die spaghetti bijvoorbeeld eroverheen. En dat knopen en dan een soort visnetachtig iets maken. En dat combineren. Dus er is echt van alles mogelijk. Maar dan wel op een moderne manier, zeg maar. Nou, oké. Even kijken. Dat zijn sprookjes. Ik begrijp hem niet helemaal. Oh, spookjes. Spookjes. Ik lees het niet goed. Ik heb mijn bril niet op. Sorry, Lisette. Spookjes. Heb ik iets gezegd wat daarop lijkt? Ik heb geen idee. Zet er even bij wat je bedoelt. Want ik klets een end raak natuurlijk. Ook dit zijn spookjes waarschijnlijk. Ja, dat kan ook. Je kan het ook voor Halloween doen. Hé, dankjewel, Lisette. Dat zijn ook een soort spookjes. Nou, oké. Dus, volgende week ook gewoon je restjes wol weer bewaren. Dan gaan we dus die kwasten maken, de tassels. En dan gaan we de tak compleet maken, dat je hem ja, gewoon leuk op kan hangen, zeg maar. Mocht je... Oh, oogjes erop. Ja, dat is ook leuk. Hier zo van die plakoogjes. Ja, maar dan moet je hem eigenlijk juist van wit wol maken. Of zwart, of oranje, of paars. Zeg maar een beetje die kleuren. Hartstikke leuk. Hey, dus je restjes wol kan je opmaken. Het kan in één kleur. Je kan kleuren combineren. Zorg er dan wel voor dat je een mooie combinatie hebt. Ik had hier trouwens nog één kleurcombinatie die ook heel erg leuk is. Met een beetje zachte roze.
Dit past trouwens ook heel mooi met die houten kralen. Ik denk dat ik mijn houten kralen, die grote, nog even op de webwinkel moet zetten. Maar dan komt dat. Dat ga ik vandaag regelen. Dat komt goed. Oké, de administratie. Ja, leuk hè, die veren. Superleuk. Ik vond het ook leuk. Ik denk, nou, het is misschien geen decopatch, maar het is toch superleuk om te doen. En dus ik knalde gewoon alles op wat ik vooral zelf erg leuk vind. Oké, wij hebben een YouTube kanaal waarop al deze filmpjes ook weer terug zijn te zien. En dan kan je zoeken op lazoe.nl en dan is dat natuurlijk te herkennen aan het bloemetje. Je kan je er ook op abonneren en dan krijg je elke keer als er een nieuw filmpje op staat, krijg je weer een berichtje. Dan hebben we Instagram, daar ben ik te vinden onder Lazoe Lara. Facebook natuurlijk, Lazoe. Dan hebben we Twitter, Atelier Lazoe en Pinterest, Atelier Lazoe. En daar staan ook veel ideeën op die ik best vaak gebruik als basis, maar waar ik dus dan wel weer mijn eigen draai aan geef, zeg maar. Oké. Dit was hem weer. Ik wens jullie heel veel plezier met het maken van de veren. En heb je een paar veren gemaakt of zo, of één veer of iets dergelijks. Je kan op Lazoe, op de Facebookpagina van Lazoe, heb ik ook een besloten groep. Dat is de Lazoe Knutselochtendgroep. Daar kan je op abonneren en daar kan je... abonneren, daar kan je je voor aanmelden. Dat is een besloten groep. En daar kan je dus ook je foto's neerzetten. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, er staan ook allerlei foto's en reacties en zo van andere mensen. En daar kan je dus ook inspiratie op doen. Gewoon je vragen stellen en geen enkele vraag is stom. Daar beantwoord ik vragen. En soms is het zo zelfs dat andere mensen die daar iets op zetten, dat die de vragen beantwoorden. Dus dat is ook super leuk. Dat is best een actieve community, zeg maar. En nou, dat zou ik ook hartstikke leuk vinden als je daar gewoon lekker al de foto's op knalt en dat soort dingen. Hoe meer, hoe beter, denk ik. Want van elkaar kunnen we leren. Want ik krijg ook wel eens ideeën van jullie. En dan refereer ik even naar Lisanne, maar dat komt over 2 weken ongeveer. Dat blijft nog een verrassing. Nou, hele fijne dag. En veel plezier en dan tot volgende week.